De Daily Challenge is alweer. En we zullen eens kijken wat ons vandaag brengt. Waar het ons vandaag brengt, beter gezegd. En de eerste locatie is... een donkere steeg. Parking Wombat Only. Wow. Oké, maar dit is niet Engeland. Dat durf ik echt gif op in te nemen. Dit soort idiote woonerven bestaan maar in één land ter wereld. En als ons eigen land. Als dit niet Nederland is, dan eet ik echt gewoon mijn microfoon op. En ik durf echt wel met een vrij grote zekerheid te zeggen dat dit wel Nederland is. Geen idee waar. Oké. Kijk, bevestiging dat het Nederland is, .nl. Maar dit soort woonerven, dat zijn echt... echt, ik heb wel eens echt ook alleen Nederland gedaan, zeg maar. En de busjes zijn weg. Tot is naar, alle busjes zijn weg. En dan kom je op zo'n woonerf terecht en dan kun je echt gewoon ronddolen van hebben met jou daar. Echt, dat is niet leuk. En dan blinde vlekken erbij, dat helpt ook wel natuurlijk. En ondertussen nog geen dingen in beeld. Nee, natuurlijk niet. Kom op. Oh, wauw. Ik kom gewoon op een weg terecht. What the fuck? Wie had dat verwacht? Gelijk goed. Oké. Dit is volgens mij een verzorgingstehuis. Het had mooi geweest als ik had kunnen zien waar ongeveer. Maar goed. Dat... kijk. Dit is mooi. Dat is een bushalte. Dan hoop ik... is dat een Assen? Ik denk dat dit Assen zegt. Ik zal eens kijken, misschien dat ik ook dichterbij op dit kaartje wel iets... nope. Nee, dat gaat hem niet worden. Wellicht dat dat Assen was, maar... oh, wacht, ik heb daar ook nog een... hallo? Dank je. Niet doorschieten alsjeblieft. Stap je dichtbij. En de seconden zijn voorbij. Was het Assen inderdaad dat ik zag? Yes, het was Assen dat ik zag. Oké. Dan neem ik het voor. Next one, ik wou net zeggen. Er zit een beetje vertraging. Dit zou niet Nederland kunnen zijn. Ik dacht heel even dat het dan de Zeeuwse kust zou zijn. Maar... helaas. Wilde gok. Canada. Dan... waarschijnlijk... wat zitten ze daar? Newfoundland. Ik zou niet weten wat dit anders zou moeten zijn. Misschien... Nova Scotia. Maar ik... durf... vrijwel zeker te zeggen dat dit in ieder geval Canada is. Dat sowieso. Ik denk niet dat dit... even kijken, waar zit de zee? Zit in het noorden. Oh. Dan zullen we het zien. Even kijken.
Coziest Green Island Cove. Zou het, denk je, hier toch zitten ergens? Dat is ook nog een Newfoundland. Nou, anyways, verder. Green Island, onthouden. Ja. Dus. Ik zou toch denken dat misschien dat het hier dan zit of zo. Nee, Lourdes. Ah, daar is Lourdes. Dat is Green Point. Je zou toch denken dat het Blue Cove. Dus dat het toch in die buurt zou zitten, zou je denken. Toch? Ben ik dan gek? Nou, ik ben het sowieso wel, maar het is als een dorpje. Zou ik daarin kunnen komen? Zou ik in dat dorpje kunnen komen? Ik heb nog maar 17 seconden, dus echt heel veel tijd heb ik niet. Helemaal niet als hij zo doet. Nee. Dit gaat hem zo niet worden. Ah, hier hebben ze niet over gereden met de Google Auto over dat kiezelweggetje. Nou. Nee. Dan moet ik waarschijnlijk hier verder op zetten. Waar zat ik? Ik zat dichterbij dan de andere. Het was helemaal bovenin. Green Eye, ja, daar had ik echt ver moeten inzoomen. Dat had ik nooit gevonden. Dit is Amerika en dit is in het zuiden, gok ik. Met die palmbomen in ieder geval. Ja, nou, als die palmbomen zijn, dan zou het in principe maar één staat kunnen zijn. En dan zou het Florida zijn. Kan eventueel ook al Californië zijn, maar Palm Harbor. Nee, ik denk dat dit wel echt Florida zal zijn, denk ik. Wat ik zeg, Marina Cove. Van die gated communities, echt serieus. Dat... Ja, dit zou zelfs. Ik denk het niet, want ik denk dat ik dan wel meer dingen gezien had dat het Californië, wou ik zeggen. Dat het Florida was. Ik zeg. Hier trouwens, en wat zeg ik? Palm Coast. Ah nee, dat is niet Palm Beach wat ik zag, maar dat is Palm Coast wat ik zag. Weet je, ik zeg maar voorlopig even hier weg. Palm Bay. Port Orange, Beach. Palm Coast. Oké. Hoe heet dat een en ook weer? Marina Bay of zo? Wat was die gated community? Je zou denken dat het erop staat, maar ik denk het niet, eerlijk gezegd ook. Dus ik denk niet dat ik dat ga vinden, maar goed. Ik ging daar een brug over waarbij ik de havens zag. Zou dat deze geweest kunnen zijn?
dat ik nou hier zit. Ja, wacht even. Dit is Palm Coast Resort. Dus zou je denken dat het toch gewoon. Ik zet hem even. Oh, ik heb hem niet. Heb ik hem gezet? Nee. Ja, dan had ik iets dichterbij gezet. Dat ik hem daar gezegd had. Maar goed. Next! Dit is. Is dit niet een. Doet me denken aan een andere oude locatie. Maar dat weet ik niet zeker. Er was ook een kerk in het midden van bos. En. Nee, dat was niet hetzelfde, want het was gewoon constant de rechte weg. Dus het. Aha. Veel wegwijzers, maar niet een keer de goede. 40 km per uur, dit is Canada. Zou het dan toch dezelfde geweest zijn? Waar? Het stond de andere kant op dat ik moest zijn. Nee, dit is niet dezelfde. Dit is echt niet dezelfde. Nee. Dit zou. Niet, want die dingen. Die wegwijzers die waren allemaal in het Engels. Dus Quebec en New Brunswick vallen al af. Het is duidelijk niet Nova Scotia of Newfoundland. Zo. Ja, dat is. Zo. Oh, ah, hij is vastgelopen. Oh, dit is irritant. Bleh. Ik zet hem heel even ergens weg voordat die speed weer vastloopt. Hij was vastgelopen, dat is naar. Ik vind het niet erg dat ik blinde vlekken krijg, maar vastlopen is nog minder leuk. Kijk, blinde vlekken, ja, daar kun je gewoon niks aan doen. Die blijven gewoon bestaan. Hier hebben ze een feestje of zo, denk ik. Canada, inderdaad. Ik zit te twijfelen wat dit zou zijn. Het zou namelijk Ontario of Manitoba kunnen zijn. Zover ben ik al, zeg maar. Ik denk namelijk niet dat. Het is niet Saskatchewan, want dan had ik echt hier wel een. Nou, tijd stof bij. En het was Ontario. Het zij zo. Next! Dit is Amerika. Dit is. Jesus. Nou. Als ik dit soort landschappen zie, dan denk ik altijd maar aan één ding. Dit is Iowa. Nogmaals, ik weet dat het in de staten eromheen ook zit hoor. Dus dit kan makkelijk Missouri of Wisconsin zijn. Maar, of Illinois zelfs. Maar als ik dit zie, mijn eerste gedachte is Iowa. Wat zou het anders zijn? En ik zit hier ook niet in het geval van. Ah, is het Iowa of is het Canada? Nee, dit schreeuwt gewoon Iowa. Nou, hier zijn ze een mooie nieuwe jury aan elkaar aan het zetten. Ja, dit. ik kan dit niet uitleggen, maar dit. Als ik dit zie, dan denk ik altijd maar één ding: dat dit Iowa is.
Dit. Myers. Iowa is niks voor niks, Corner State. Wat ik dat niet kan zien. Weet je wat, we gaan terug naar start. Ontvangen €200. Krijg een blind vlek. En we gaan de andere kant op. Kijken of we daar wel iets vinden. Iets handigs, iets nuttigs, een aanwijzing of iets dergelijks. Maar ik denk niet dat dat gaat komen. Nee. Leer mij dit soort gebieden kennen. Oeh, tenzij. Is dat een. Dat is Iowa, hè? Dit. Ja, dit is Iowa. Oké, dan zat ik goed. Yay! Winfield. Nou, weet je wat? We hebben 41 seconden. We gaan gewoon zo ver inzoomen als kan. Daar zit de grens. Ik kan nog wel verder inzoomen, maar dan gaat hij heel langzaam. Kijken of we Winfield vinden. Winfield. Ik ken mijn Salem West Point. Is dit alweer de grens van Iowa? Illinois, ja. Dan gaat hier Winfield. Oh man. Winfield. Cool. Ja, nou, ik wist dat het Iowa was, dus. Ja. Cool. Oké. Okay. Ja, deze was. Maar goed. Lastige locatie was dat. De rest was wel leuk. Maar goed, dat was hem weer voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.